Overheid schiet bewoners rechteroever Kommerwijnen te hulp met drinkwater. De overheid heeft binnen korte tijd een tussentijdse oplossing gevonden om de bewoners woonachtig aan de rechteroever van de Kommerwijnenrivier te voorzien van drinkwater. Op zaterdag 6 april heeft een team van het districtscommissariaat Kommerwijnen, de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM en het NCCR een 100-tal jugs met elk 20 liter water geleverd. Hiermee werd een aanvang gemaakt, de plantage Johan en Margaretha. In de loop van deze week worden de overige gebieden voorzien van drinkwater. Het gaat verder om de gebieden Pomona, Rustenwerk en Kronenburg. In totaal gaat het om 320 huishoudens. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.